Vandaag zijn we bij de Alkeloop in Alteveer. Dit is een feestweek hier en het is het 50-jarig jubileum van deze loop. Ik ga eens even kijken waar het feestje hier is. Ik ga het startnummer even ophalen en ik zie jullie zo wel weer. We hebben de feesttent gevonden. Hier moeten wij het startnummer weghalen. We gaan eens even kijken. Goedendag. Ik kom een startnummer ophalen. Dat kan. Wat is de achternaam? Rossing. Spannend. Startnummer wordt opgezocht. En dat is hem. Wij gaan hem even bevestigen en ik zie jullie zo bij de start. Wat ik trouwens nog niet verteld heb, is dat ik de 5,5 kilometer ga lopen. Dit zijn twee rondjes van iets meer dan 2,5 kilometer. En ja, het is hier ongeveer een graadje of 30. Dus het zal wel weer flink zweten worden. Heerlijk! Nou, ik zie jullie bij de start. We staan bij de start. We gaan nu beginnen. Joost, ik zie jullie bij het eerste pitstopje, want die gaat gegarandeerd komen.
dance with me.
Heerlijk. Ah, een drankpasje. Ah, lekker man. Wij gaan even genieten van het mooiste deel van deze run. Het water. Want mijn god, wat is die warm. En ik wil trouwens niet te ver achter liggen. Vorige keer was ik laatste. Dus wij gaan nog even door met het bekertje water. Oh, wat drinkt dat lastig. Nou, maar heel even wandelen. Ze halen me toch niet in. Ah. Ja, dit is wel een zwaar runnetje zo met die temperaturen. Maar wij gaan er weer voor. En volgens mij, ik zie daar de feesttent alweer. Op de achtergrond, daarachter. Ik denk jullie eerst niet. Maar volgens mij gaan we die kant weer op. En dan gaan we op voor het tweede rondje. Wij gaan ons best doen. Allemaal fans jongens, allemaal fans. We'll be right back.
Ja, echt belachelijk warm. Ik heb alles zweet in de ogen liggen. Ja, het is eventjes behelpen. Maar we hebben al meer dan de helft erop zitten. En ja, er liggen alweer wat mensen redelijk ver achter mij. Dus, laatste worden we niet, jongens. Heerlijk. Oh. Ha, lekker, man. Nou, ja, dit is even een doordeweeksloopje. Ik ga dit even wat vaker doen. Ik ben ook druk bezig geweest met mijn travel channel. Die vergt mij gigantisch veel moeite. En plots was de computer ook nog stuk. Ik kon het hele hart van de computer, het zogenaamde moederbord en de printplaat, vervangen. En dat ging ook niet helemaal over roosjes, zal ik maar zeggen. Dus ja, was even wat lastig. Vergeet niet, jongens, eventjes abonneren, like de video, druk even op het belletje en ga gewoon genieten van nu al meer dan 110 runs die opgenomen zijn. En ja, wij gaan zelfs in november, even kijken, oh, ze liggen nog ver achter. Wij gaan in november, gaan wij zelfs een halve marathon doen. De 25e berenloop op Terschelling. We gaan ook nog de Zevenheuvelenloop doen. De Dam tot Damloop. En ik heb nog 3 KLM runs te gaan. Dat is zo uit mijn hoofd. KLM Leeuwarden, Delft en Rotterdam. 4. Den Bosch ook nog. Nou, dat wordt toch ook weer hartstikke leuk. Dan gaan we weer door de gebouwtjes heen tuffen. Ik ga eens even kijken of ik deze mensen, die er zo ver voor mij lopen, nog even kan inhalen. We gaan het gewoon proberen. En dat moet lukken. Jongens, tot straks. Ik denk dat ik de pitstops oversla. Maar ja, bij mij weet je het maar nooit. Yo!
queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us, please don't give up on me. At least give me a try. Cause you're the best thing, the best thing. You're the best thing that I've ever had. You're the best thing, the best thing. You're the best thing.
Zo, dat was hem. Het 50 jaar jubileum van de Alkenloop. Ik moest natuurlijk een keer meedoen. Jongens, ik ben gebroken en kapot. Ik ga door naar de afsluiting. Yo! Dat was hem dan, de 5,5 kilometer Alkenloop. 2 rondjes in 30 graden hitte. Tja, heerlijk zweetweertje. Lekker runnetje. Ik vond het wel heel gezellig. Vooral die feesttent, die was wel even leuk. Ze hebben een feestweekje hier van 23 tot en met 28 augustus. En vandaar waarschijnlijk ook deze run. De 50ste editie. Ik ben trots dat ik erbij was. Oh, het is belachelijk warm, wat ik al zei. Dus ik kan wel een goed opfrissertje gebruiken. Even ondertussen, vergeet niet jongens, eventjes abonneren, subscribe, like deze pagina en druk even op het belletje. Dat doet mij deugd. Ik heb de laatste tijd even wat minder video's uitgebracht. Dus daarom ga ik ook deze tijden iets meer video's uitbrengen. Dus je zal ongeveer om de halve week wel een videootje van mij kunnen zien. Ja, dan gaan we eens even kijken wat er weer voor mij mee is gebracht. En dit is geworden, ja hoor, een 7,5% Korsendonk Pater. Even kijken wat erin zit voordat wij dit beestje gaan reviewen. Bier, donker bier op gist. Goed verhaal, lekker kort. Donker bier op gist. Nou, wij gaan hem eens even openen en wij gaan eens even kijken hoe die smaakt. Een middelmatig plapje. Nou jongens, proost. Nog even weer een beetje deppen. En dan gaan wij genieten van onze Korsendonk Pater. Wat een heerlijk lekker biertje is dit. Lekker zoet biertje. Ik heb hem natuurlijk weer in een ijspakketje gehad. Dus hij is ijs en ijskoud. Ja, deze smaakt echt heel goed. Ik begin er bijna nog harder van te zweten. Ongelooflijk. Wat een hitte, jongens. Nou, wij zitten de volgende keer bij de Runnix in Apeldoorn. Dan gaan we tevens weer de 5 kilometer doen. Even weer een beetje intrainen voordat we die lange runs weer gaan doen. En de halve marathon over een paar maanden. Nou, jongens, ik zou zeggen, geniet van de week. Geniet van het weekend en geniet van het leven. Proost en tot bij de Runnix in Apeldoorn.